Ik heb vandaag asperges gekocht bij aspergeboerderij Boshoven in Riethoven. Kijk, deze gaan we vanavond thuis eten. Maar ja, wat komt er eigenlijk bij kijken voordat zo'n asperge bij ons thuis op het bord ligt? Aspergetelen is volgens mij een ingewikkeld proces. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Er komt bij kijken dat je 2 jaar goede voorbereiding nodig hebt. Want je gaat met een plant werken die bijna 8 tot 10 jaar in de grond blijft zitten. Dus je moet zorgen dat in de voorbereiding dat je een goede pH hebt, een goede structuur van de grond. De grond moet heel erg losgemaakt worden, bijna 1 meter. Want de wortels van de asperges die gaan 1 meter naar links, rechts en naar beneden. En als je dat in de voorbereiding niet goed doet, dan is het bijna kansloos om een goede teelt 8 tot 10 jaar te kunnen hebben. Dus je kan asperges niet op elke grondsoort telen? Nee, bij voorkeur. En de meeste asperges, en die groeien ook het best in Limburg, Brabant, dat is op lichte zandgrond. Ja. Je zei net dat asperges wel 8 jaar meegaan. Hoe komt het dat ze zo lang in de grond kunnen blijven zitten? Ja, het is een cyclus, de asperge. Het is dus een meerjarige plant. Het komt er eigenlijk op neer, een aspergeplant. Er zitten een aantal knoppen op. Die gaan schieten bij 15 graden temperatuur in het voorjaar. En als het seizoen afgelopen is, dan beginnen de stengels te komen. En dan begint hij weer aan de voedingsstoffen, aan de energie voor het jaar erop. Dus het is eigenlijk ieder jaar steken, doorgroeien. In november, oktober ondervrezen. En in het voorjaar, als het bij 10, 12 tot 15 graden ligt aan welk ras, dan begint die asperge weer te schieten. Dus het is eigenlijk gewoon een cyclus. In het veld zie ik altijd plastic op de bedden liggen. Soms in het zwart, soms in het wit. Waarom die 2 verschillende kleuren? Ja, dat klopt. Dat is iets van de laatste 15, 20 jaar. Van tevoren had men die plastic niet en moest men 's morgens vroeg en 's avonds laat 2 keer steken over een rij. Toen zijn we met de plastic begonnen. Dat houdt in dat de verkleuring weg is door de plastic. Plus je hoeft maar 1 keer per dag te steken. We kiezen voor zwarte plastic als we de warmte aan willen trekken. Dat is bij u wellicht bekend. En als we hem op wit hebben liggen, dan stoot de warmte af. Dan remmen we de asperges een beetje. Dus het is eigenlijk puur voor de kleur en ook voor de arbeid. Minder arbeid door de plastic. Staan hier nou op het veld? Moeten al die meters nou gestoken worden? Ja, dat klopt. Alle plastic die je nou ziet liggen, denk zo'n 60 kilometer, moet elke dag open gegooid worden, gestoken en weer dicht gegooid worden. Dat klopt. Ja, het is een heel intensief werk. Het is een heel intensief werk dus. Hoe houden die mensen dat vol? Nou, door goed voor ze te zorgen en uiteraard. En op tijd de pauzes te nemen. En we hebben een best grote groep. Dus op zich is dat wel om te doen. Maar het is wel zwaar werk. Want als je ze ziet steken, voor een kilo asperges moet men toch een 25, 30 keer bukken om 15, 16 goede asperges over te houden. Dus het is een heel werk. Arbeidsintensief. Als je van het land afkomt, dan gaan de asperges meteen in bakken water. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Dat doen wij wel. Dat doet niet iedereen. Maar bij ons gaat het puur om de kwaliteit en zo min mogelijk verkleuring van de asperges. En zo vers mogelijk in de winkel voor de verkoop te hebben de asperges. Dus zo gauw als bij ons de asperge op het land gestoken is, komt die in het water terecht. Thuis, voor het sorteren ook. En dat is minimaal 8 uur. En dat heeft ook te maken met omdat anders de asperges heel erg uitdrogen en verkleuren en de versheid in het geding komt. Dus alle asperges die hier aanwezig zijn, die zijn oftewel zitten die in de grond in het land, of ze zitten in een waterbak, of ze staan in de koeling.
En dat is ook de reden dat het een vers product blijft. Volgens mij gaf je net aan dat niet iedereen dat doet. Onderscheiden jullie je daarom? Nou, er zijn heel veel telers en die doen erg veel asperges aan de veiling leveren. Doen wij ook wel, maar veel minder. Dus wij moeten heel erg keen zijn op de kwaliteit en op de versheid van ons product. En daarin verschillen wij met sommige andere telers. Dat klopt, ja. Je hebt natuurlijk ook verschillende aspergerassen. Welke rassen kweek jij? Ja, wij werken hier met drie rassen. Dat is een vroeg ras, dat is Geilum en Cumulus. En wij eindigen met een laat ras, dat is Baklum. Dat doen we vooral omdat wij eigenlijk de eerste week van april willen starten. Dat is toch zo'n beetje het begin van het aspergeseizoen. Tussen 1 en 14 april. Vroeger was dat Koninginnedag, 30 april, maar door die folie zijn we een beetje aan het vervroegen gegaan. Maar het echte seizoen dat ligt in april. Dus we starten met de vroege rassen. En half mei dan gaan we verder met de late rassen. En zodoende kunnen wij van begin april tot eind juni, tussen 3 en 26 juni stoppen wij altijd, kunnen wij eigenlijk heel het seizoen asperges kweken. Maar als je 1 april al begint met een vroeg ras, daar kan je eind juni geen goed gewas meer van afhalen. Dat gaat niet. Dan worden de stengels te dun. Dus we werken wel met twee systemen. Een vroeg ras en een laat ras. En tot wanneer kunnen we de asperges bij jullie in de winkel vinden? Tot wanneer? Tot wanneer. Wij eindigen altijd om en nabij 24 juni. Het kan ooit 1-2 dagen later zijn. Of een dag eerder. Maar je zult bij ons nooit geen asperges kunnen kopen in juli. Je ziet het, wit plastic en zwart plastic. Het is echt een heel proces voordat je verse asperge op je bord ligt.